Motie vandaag over deze poster. Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel, Omar en Samira niet. Jurie Albrecht. Ik begrijp eerlijk gezegd niet precies waar ik naar kijk. Moeten Erik en Annemarie zich schamen dat zij wel de sleutel krijgen en Omar en Samira niet? Is het een schande dat Omar en Samira niet een sleutel krijgen en Erik en Annemarie wel? Weet jij waar we hier naar kijken? Nou, ik heb het een beetje uitgezocht. Het is inderdaad, dit zijn de vragen die je kan stellen bij die poster. En nog wel heel wat andere overigens ook nog wel. Maar dit is een... ik dacht eerst dat het geklust was door iemand op het internet die mensen die Omar en Samira heet in een kwaad daglicht wilde stellen of zoiets. Maar nee, het is echt de officiële communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, BZK. Die hebben een campagne waarin zij aandacht probeert te krijgen voor het feit dat mensen op de woningmarkt gediscrimineerd worden. En dat is ook wel een maatschappelijk probleem. Dus op zich begrijp ik wel dat dat gecommuniceerd wordt. Maar dit is een van de posters daarvan. En ik ging even rondzoeken. En toen kwam ik op de site van het ministerie. En dan kan je toen kan je allerlei dingen downloaden. En dan kan je ook deze poster downloaden voor eigen gebruik en voor socials. En ook in de gemeente Eindhoven hebben ze hem ook levensgroot overal in de gemeente gehangen. Ja. Nou, heb jij in Oxford gestudeerd, gewerkt aan een proefschrift, zeker, gedoseerd ook, met name over de rol van overheidspropaganda richting de bevolking. Ja. En jij zit je hierover op te winden met dat in het achterhoofd. Maar waar zit dan jouw opwinding? Nou, kijk, ik heb onderzoek gedaan, getracht een proefschrift te schrijven over hoe, wanneer en waar worden minderheden uiteindelijk daadwerkelijk agressief behandeld en vermoord. Dus wat zijn de factoren daarin en kan je die isoleren? Ja. En een van de belangrijke factoren daarin is het stigmatiseren van minderheden. Als je minderheden stigmatiseert en de schuld geeft voor bepaalde problematiek die de overheid niet goed in de hand heeft, hè, dan bijvoorbeeld er is geen brood. Hoe komt dat? De Joden die kopen al het graan op. En wat zie je dan in de 19e eeuw in Rusland? Maar hier krijgen Erik en Annemarie gewoon een huis en Omar en Samira niet. Nee, ja. Of andersom. Wanneer krijgen Omar en Erik nou eindelijk dat huis? Ja, maar precies kunnen die een keer samen dat huis krijgen. Maar het probleem is volgens mij dat je hier bevolkingsgroepen, tenminste de indruk wekt, dat je bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet die de dupe zijn van het falende overheidsbeleid in het woningbouwprobleem. Er zijn te weinig woningen, de bevolking groeit. Er zijn allerlei woningzoekenden, er zijn groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en anderen. Er zijn mensen met een hele kleine beurs, met weinig economisch perspectief, die graag een woning, die 20 jaar op een lijst. Het lijkt alsof die groepen door de overheid tegen elkaar uitgespeeld zijn.